Even terugkijkend, welke patiënt is jou het meeste bijgebleven? Meerdere patiënten blijven mij eigenlijk bij, maar er is één casus die mij inderdaad continu bijblijft. En dat is eigenlijk een 47-jarige meneer, oud militair, die voor opname op de intensive care al anderhalve week op zijn zolderkamertje leefde ter preventie om zijn vrouw met astma en zijn twee kinderen niet te besmetten. En die meneer is bij ons opgenomen op de intensive care en dusdanig ziek dat hij aan de beademing moest. Maar dat hij ook daadwerkelijk op zijn buik gedraaid moest worden. En die meneer heeft wel een week of zes bij ons op de intensive care gelegen. Ontzettend ziek geweest. Echt door het oog van de naald gekropen. En uiteindelijk is die meneer wel dusdanig opgeknapt dat hij van de IC heeft verlaten. En op een later moment ging ik hem opzoeken op de verpleegafdeling. En die meneer was volledig in de war. Had ontzettend veel spierzwakte. Zat in een rolstoel. Hartstikke gezonde. Terwijl dat het een hartstikke gezonde, fitte man was.